Ja. Ja. Ik snap op jou, hè. Hier, gooi erin. Wow! Wow. Is je nog goed? Wow! Wow. Ja. Ja. Je zou de schoorsteen in gooien. Ja, daarheen. En goed zo. Ja, kom maar, gaat er door. Een beetje springen. Ja, kom maar door. Je hoofd is het. En dan gaan we door, gaan we open. En dan spring je tussen de pionnetjes door. Ze moet straks maar goed meedoen. Ja. Is goed. Oké. Jullie leren me toch wel het een en ander. Ja, natuurlijk. Oh, ja, dat is goed. Ja, we gaan het eerst even uitleggen. Natuurlijk. Ja, want we hebben vandaag een paar hele leuke dingen. Er komt straks iemand voorlezen. We hebben natuurlijk de Goochelpiet. We gaan nog bingo doen met z'n allen. Dan kun je allemaal cadeautjes winnen. Dat is echt superleuk. En natuurlijk gaan jullie nog dansen. Zo ontzettend leuk. En wat hebben we nog meer? Oh ja, er komt ook nog een Pietje zingen. Die is wel een beetje zenuwachtig. Dus ik denk dat we straks even naar haar toe moeten zingen. Naar haar zal ik ze roepen. Ja, ik denk maar het ook. Dat komt straks, Piet. Komt straks. Een beetje, vroeg. Ik weet niet, misschien kunnen we wel beginnen met een leuk Sinterklaasliedje. Ja, kan dat? Heb je een leuk Sinterklaasliedje? Sigins komt er. Ik weet niet, wat komt er, Piet? Wat komt eraan? Een zeilboot. Piet, dat is toch helemaal geen liedje mee? Piet, denk dat we op de zeilboot aankomen vanuit Spanje. De stoomboot. Ja, de stoomboot. Inderdaad, Pietje. Wat ben je toch dom. Ja, Pietje, heb je de Pieterschool wel afgemaakt? Ik denk het niet. Nee, ik denk het ook niet. Nou, zolang ze maar goed kan dansen, hè? Ja, dat is er. Ik niet. Wat vragen stellen. Ik wil eigenlijk wel weten hoe lang de Goochelpiet al goochelt. Vanaf mijn 9e. 9? Dan mag ik vragen hoe oud je nu bent. 49. Nou, dat is al 40 jaar. Dan is hij pas wel goed, hè, Piet? Denk jij ook niet? Ik denk dat hij heel goed is. En heb je dan een favoriete truc die je al heel lang gebruikt? Zeker, ik heb een 23, 24, 25 en schoonische kunstgebit met Danklan. Nou jongens en meisjes, ik denk dat we kunnen gaan beginnen. En ik ben heel erg benieuwd wat hij gaat doen.
Dus we gaan allemaal heel goed opletten en kijken of we zijn trucjes kunnen vinden. Oké? Okay? Ja? Zijn we klaar? Achter kunnen komen. Ja, Armando. Dames en heren, jongens en meisjes, dit is Goochelpiet Armando. En hij gaat jullie meenemen op een reis door de wereld van magie. Hey! Hallo allemaal! Gezellig. Geweldig. Zo, we gaan even tellen hoeveel publiek of ik heb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daar komen er nog een paar aanlopen. Geweldig. Ik zou zeggen, kom allemaal wat dichterbij. Want jullie gaan nu wat zometeen zien. Oh, voor mij is het zelf ook een verrassing. Zo, hallo mijn seniors. Ik zeg hallo mijn seniors. Goed, mijn naam is Goochelpiet Armando. En nu wil ik graag weten hoe jullie allemaal heten. Dus ik tel zo meteen tot drie en zeg je allemaal je naam. Afgesproken? 1, 2, 3. Pietje. Oh, dat moet veel en veel harder. Ik tel nog een keer. 1, 2, 3. Pietje. Dat moet nog veel en veel harder, want ze moeten weten in het centrum van Deventer dat we hier feest hebben. 1, 2, 3. Pietje! Uitstekend. Goed, dan gaan we beginnen. Ik heb meegenomen een konijn. Oh, dat is mijn lievelingsdier. Nee, geen zwijn, een konijn. En het konijn, is een goochelkonijn. Maar ik heb nu geen echte genomen, want dan krijg je last met de dierenbescherming. Oh, dat is natuurlijk niet nodig. Hallo Piet! Hallo Piet! Geweldig. Dat is Piet Piet, hè? Natuurlijk geen echt konijn, maar ik heb er één getekend op een kaart. En wie weet in welke kleur hoed dit konijn nu zit? Ja, zeg maar. Welke zwart. Kleur? Zwart! Heel goed! Let op, nu ga ik goochelen. Goochel de goochel de goochel. En als er iets fout gaat, niet lachen, hè? Afgesproken? Nee, dat geloof ik. Gaan we niet doen. Nee, hè? Nee. Geweldig. Oké, let op. Ik heb dus nu Kees Konijn in de hoed zitten, in de zwarte hoed. Weet je waarom die Kees Konijn heet? Nee. Ik heb hem die naam gegeven. Dat is eigenlijk de eenvoudige oplossing. Let op, ik doe hem nu achter mijn rug om. Ik haal hem weer tevoorschijn. En dan zit hij in één keer in de groene hoed. Hoe kan dat nou? Hoe doet hij dat? Wat? Wil jij naar het toilet? Oh, nee, ik doe het nog één keer voor degene die het nog niet in de gaten. Om te draaien. Oh. Wacht even. Dus even wachten tot iedereen het in de gaten heeft. Welke kleur hoed zit nu het konijn? Groen. Nou, welke kleur? Groen. Groen. Oh, groen. Heel goed. Let op. Ik doe hem achter mijn rug om. Oh jeetje. Ik haal hem weer tevoorschijn. En dan zit hij in één keer in de... Zwarte hoed. Heel goed. Ik begrijp het niet. Wat zegt ze? Ik begrijp het echt niet. Ik snap er niks van. Ik ook niet. Maar. Wat kan dat nou? Ja, zij wil nog iets vragen, denk ik. Ja. Hoe heet jij? Romy. Romy, wat een mooie naam. Heb je die zelf verzonnen? Echt waar? Dus jij had al heel jong inspraak. Goed zo. Wat wil je zeggen, Romy? Romy. Oh, een beetje verlegen geworden. Ja, maar dat is deze Piet ook nog, deze Goochelpiet ook nog steeds. Ja, ben je nog steeds verlegen? Ja. 40 jaar? Ja. Ja. Oh jeetje. Ja. Maar gelukkig heb ik een heleboel Pieten om me heen staan, dus die trekken mij doorheen. Maar goed, hij zit in de zwarte hoed. Oké, ik laat het nog één keer zien. Let op. Hebben jullie het gezien, jongens? Kom maar wat dichterbij. Dan kun je het nog beter zien. Goed zo, goed zo.
Het konijntje, want jullie komen iets later binnen, dus ik ga het nog even verklaren. Ach, kleine regenbui, plaatselijk hoor, maakt niet uit. Maakt niet uit. Goed. Dat scheelt. Jullie hebben het, kijk, in wat voor kleur hoed zit dit konijn? Heel goed, heel goed. Let op, ik doe het nog even voor hun, hè. Want hun hebben het waarschijnlijk niet in de gaten. Of je doet net alsof, ja? Oké. Ik doe hem achter mijn rug om. Ik haal hem weer tevoorschijn. En dan zit hij in één keer in de... Groene hoed. Aha. Groene. Ja. De groene, heel goed. Heel goed. Let op. Ik doe het nu heel rustig. In wat voor kleur hoed zit hij? Heel goed. Ik doe hem achter mijn rug om. Ta-da-da-da. Niemand heeft wat in de gaten. En wat zeg je? Wat zag je? Dat hij jij hem omdraaide. Moet ik me omdraaien? Oké. Ja. Nee. Jij niet. Oh. Plaatje. Het plaatje. Oh, de domme Piet. Oh. Zo. Zo. Ja, maar dat ziet er wel goed uit. Ik vind het eigenlijk wel mooi. Ja. Hebben jullie me door? Wow, dat was het. Oh. Dus hier zit groen en wat zit er op de achterkant? Zwart. Echt waar? Ja. Maar nu. Nu komt het moeilijkste. Wat zit er nu aan de achterkant? Groen. Hoe weten jullie dat? En wat zit er nu aan de achterkant? Paars. Nee. Waar is nou de zwarte hoed gebleven? Hé? Normaal kreeg ik daar een heel hard applaus voor, maar ja, dat kan niet altijd natuurlijk, hè? Oh, toch? Toch? Woehoe, toch? Vogelbeet! Wow! Dank jullie wel, jullie zijn een hartstikke fijn publiek. En dat zeg ik niet meer zo, dat zeg ik altijd. Maar let op, we zijn er nog niet. Aan de voorkant zit rood. En wat zit er aan de achterkant? Wat voor kleur? Groen. We hebben de keuze uit rood, groen, blauw en zwart. Roep eens wat. Wie zegt er zwart? Vingers de lucht in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wie zegt er groen? 1, 2, 3. Heel goed. Wie zegt er blauw? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan moet het haast blauw worden. Wow! Applaus voor jezelf. Oh, even applaus voor jezelf. Dank jullie wel. Hey, we hebben al publiek. Mooi, hè? Snel gaat dat, hè? Oké, volgende truc. Willen jullie trouwens nog een truc zien? Ja! Ik hoor niks. Ja! Ik hoor nog steeds niks. Ja! Meegenomen. Wie kent dit? Ja, mama's, kennen jullie dit? De mama's? Nee, plumo's, daar kun je stof mee afnemen. Aha. Ja, nee, maar dit is voor de kleine hoekjes. Ik heb thuis alleen maar kleine hoekjes. Oh ja. Nee, nog geen kleine kindjes. Nee, nog niet. Voor de plintjes. Oh, voor de plintjes. Oké. Okay. Ja. Ja, dat krijg je als je 49 bent. Dan begint die doofheid al een beetje door te komen. Hè? Goed. Met welke kleur mag ik beginnen? Rood. Wie zegt rood? Vingers de lucht in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pietjes, doe niet mee dit keer. 9. Wie zegt de paars? Ja, ja, paars, heel graag. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, Pietjes, 6, 7, doe niet mee, zijn jullie net. Maar waarom niet? En wie zegt de
roze, want dat vindt mijn vriend. Wij zeggen roze. Kijk, wij zeggen roze. Ja, logisch. Oké, dan beginnen we met... Roze. Ja, roze. Roze. Roze toch? Oké, op verzoek van de tweeling met roze. Zien ze eindelijk dat ze tweeling zijn? Ja, hè? Al jaren ons best voor. Goed. De plumeau is nu roze. Oh, ik moet even de tube. Dit is een leeg buisje. Zien jullie dat? Ja. Laat eens kijken, Piet. Ja. Ja, mooi. Ik kan er doorheen kijken. Even kijken hoor. Oh, ik zie allemaal kindjes hier sinds. Oh, ja. Uit Spanje weer. Nou, wat een enthousiast publiek, hè? Oké, nu krijgen we de roze plumo. Die gaat in de Black Magic Tube. Dat is Engels voor zwart buisje. Hij is zilverkleurig. Goed, nu hebben we drie keuzes. Ik wil hem veranderen in een andere kleur. Wie zegt zwart, vingers de lucht in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wie zegt groen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nou, dat moet het trouwens wel groen worden, hè? Even met z'n allen naar de derde tel. 1, 2, 3. Hocus pocus simsala bim bam. En hij is goed geworden. Wie had het goed? Applaus voor jezelf. Wauw, ik had het niet goed hoor. Ik had het niet goed. Nee. Ja. Maar we begonnen met roos. En maar we gaan door met... Wat zullen we doen? Paars of rood? Paars. Nou, ik hoor het al. De meeste stemmen is gewoon paars. De paarse plumo, hij is nog steeds helemaal leeg. Gaat in de Magic Tube. Ik trek hem dus wat er helemaal doorheen. En dan gaan we er een andere kleur van maken. Nu hebben we de keuze uit zwart, rood of geel. Wie kiest er voor zwart? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wie kiest er voor rood? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wie kiest er voor geel? Ja, ik er! Dan moet die haast wel geel worden. Ja. 1, 2, 3. Wauw, hij is gewoon geel geworden. Oh, hoe doet u dat? En de laatste. De rode, dat is altijd het spannendste. Hij is weer helemaal leeg. Laat mij eens even kijken. Ja, ik kijk jou aan. Ja, ik kan er doorheen kijken. Dankjewel, Piet. Alsjeblieft. Let op. De rode plumo gaat in de Black Magic Tube. En hij gaat helemaal naar beneden. En wat voor kleur gaan we ervan maken? We hebben de keuze uit rood. Wie kiest er voor rood? Ja, maar dat was hij toch al, Pietje? Nee, hij was... paars. Nee. Ja. Nee, helemaal niet. Hij was rood. Zo kan ik ook toveren. Hij was rood. Ja. Oh. Nou, ik hoop dat het niet fout gaat dan. Ik hoop. Heel goed. Nee, maar rood was weer makkelijk geweest voor mij. Ja, maar zo kan ik ook toveren. Dan hebben we de keuze uit zwart, paars... of groen? Wie kiest er voor groen? Wie kiest er voor paars? Ja, dat denk ik. Nou, dat mag niet anders worden als paars natuurlijk. Oh, ik heb gewoon alweer gelijk. Jongens en meisjes, jullie waren geweldig. Ik kom straks weer terug met mijn tweede goochelshow. Tot straks en leuk dat jullie zijn. En het is door jullie opgehouden met regenen. Geweldig. Tot straks. Thank you.
zoveel talenten. Er komt zo meteen iemand hier
En die gaat op die stoel zitten. Is dit niet mijn stoel? Nee, dat is toch van... Dat is toch van... Weet jullie van wie die is? Zijn dan deze stoel? Nee. Ja, dit is mijn stoel, want ik zat hier als eerst. Nou, helemaal niet hoor, want toen jij hier nog niet was, toen heeft Sinterklaas er al gezeten. Heb ik zelf gezien. Hebben jullie dat ook gezien dan? Ja? Oh, dus ik mag hier eigenlijk helemaal niet gaan zitten. Nee, straks ziet Sinterklaas het nog. Dan word je straks heel erg boos op jou, hè? Straks ben je bang kwijt. Dan mag je geen pepernoten maar meer eten. Piet, we kunnen toch even stiekem samen zitten. Ik vind het zo leuk. Ja, het is eigenlijk wel heel speciaal, hè? Zullen we het gewoon eens proberen samen? Oké. Kom. Ja. Oh, die zit wel lekker. We kunnen ook gewoon doen alsof wij Sinterklaas zijn. Ja. Zegt hij, hallo lieve kinderen, dag hoor. Lijken wij een beetje op Sinterklaas? Ah, hi, Zwarte Piet. Hi. En wij zijn samen Sinterklaas. Ja, ja. Willen jullie nog cadeautjes? Ja. Oh, wij zijn gewoon Pieten. Je hebt helemaal gelijk. Wij zijn nog helemaal niet Sinterklaas, hè? Ik wil wel Sinterklaas zijn. Ik wil later gewoon Sinterklaas worden. Misschien moeten wij dan in plaats van naar de Pietenschool, naar de Sinterklaasschool. Ja, ik denk dat dat al een heleboel oplost eigenlijk. Zouden wij naar de bestaat er wel een Sinterklaasschool? Nee. Bestaat er geen Sinterklaasschool? Nee. Er bestaat alleen maar een Zwarte Piet, een Pietenschool, hè? Ja. Ja. Kunnen wij niet Sinterklaas worden? Maar we willen wel graag dat Sinterklaas natuurlijk even komt, hè? We hebben natuurlijk niet zo helemaal, niet voor niets zo'n mooie stoel. En wat zullen we kunnen doen om Sinterklaas hier te laten komen? Een liedje zingen, maar wat zouden we nog meer kunnen doen? Want weet je... Oh, ik ben mijn danspieten kwijt. Oh, iemand zei Sinterklaas roepen. Maar misschien dat we inderdaad eerst een liedje kunnen gaan zingen en daarna Sinterklaas kunnen gaan roepen. Ja. Is dat een idee? Ja. We hebben, ja, dus zullen we dan twee Sinterklaas liedjes zoeken? Hoe mij dan? Zingen. Zingen. Dat is een zwangerschap, want ik denk, ja, dat denk ik. Zijn hormonen, zeggen ze dan. Oh, hè? Ja. Ik ben gewoon hormoonpiet vandaag. Ja, oh. Ja, hormoonpiet. Nou, zullen wij eens even, welk liedje gaan we zingen? Welke hebben we nog niet gezongen? Want we hebben al Sigrid kunnen Nou, ik vind eigenlijk wel dat jullie allemaal wel voor jezelf zo mogen buigen. Oh, dat vind ik jullie hebben het zo goed gedaan. En dan vind ik eigenlijk dat alle papa's en mama's die er staan even een applausje mogen geven aan hun eigen kinderen. Horen jullie dat? Dit applaus is speciaal voor jullie. En denk je dat we dan Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht kunnen zingen? Perfect. Want dat zing je meestal als Sinterklaas komt, hè? Oh, ik hoor al wel een fluit. Zullen we eerst beginnen met zingen? Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u nog even tijd. Voordat u weer naar Spanje rijdt, kom dan maar even bij ons aan. Laat je paardje maar buiten staan. Iedereen doet mee. En we zingen en we springen en we zijn zo blij. Want er zijn geen stoute kinderen bij. En we zingen en we springen en we zijn zo blij. Want er zijn geen stoute kinderen. Oh, kijk eens allemaal. Hey, Sinterklaas. Hallo, Sinterklaas. Hallo, Sinterklaas. Wow. Oh, Sinterklaas, we zijn zo blij dat u er bent vandaag. Ik ben een celebrity, oh my god. Nou, jongens, geef Sinterklaas maar een beetje de ruimte. Dan kan hij erbij. Hallo Sinterklaas, hallo Sinterklaas. Hoe gaat het met u? Oh, heel goed hoor. Ja, oh, we hebben een hele fijne stoel meegenomen.
helemaal vanuit Spanje speciaal voor jou. Wij weten ook dat de stoel echt heel lekker zit, Sinterklaas. Ja, ja, dat weten we nu zeker. Wij zijn al stiekem met de wijld ingezeten, Sinterklaas. Maar dat moeten we niet vertellen aan Sinterklaas. Hij heeft zo'n grote poep bij zich. Zal ik uw staf even vasthouden, Sinterklaas? Hallo, kindertjes. En vaders en moeders. En opa's en oma's. En klanten van winkels en toekomstig. Nou, dat is mooi, hè? Ja. Zullen wij dan ook even allemaal hallo Sinterklaas zeggen? Want Sinterklaas zegt ook hallo tegen jullie, hè? Hallo allemaal, waar breng je ons naartoe? Naar Fabeltjeskrant? Nee, helemaal verkeerd. Sinterklaas, ik denk dat de ouderdom een beetje in aan het treden is. Misschien kan jij het beter. Het liedje van de Fabeltjeskrant. Alle liedjes. Ja, wij hebben net al de liedjes gezongen. Heeft u ons wel horen zingen met alle kinderen? Ik weet wel van Woezel en Pup. Maar wij hebben ook Sinterklaas liedjes gezongen speciaal voor u. Van de schoorsteen. En de stoomboot. Maar ik ben met de fiets. Oh, Sinterklaas op de fiets? Huh? Daar heeft u vast een hele speciaal. Heeft u dan ook zo'n mooie elektrische fiets tegenwoordig? Nee, ik heb zo'n mand voorop en daar zit een trappiet en die trapt. Oh, dus u hoeft niet heel erg zelf te fietsen. Wel sturen. Ja, wel zelf. En vindt u het fijn dat u er bent vandaag? Heerlijk. Ik heb er niet van geslapen. Oh, Sinterklaas heeft helemaal niet van. Hij was zo blij dat hij vandaag hier mocht zijn. Hebben jullie allemaal wel goed geslapen vandaag? Want ik heb ook niet zo... Ik was een beetje zenuwachtig voor vandaag. Ik vond het namelijk zo leuk altijd om hier te zijn. Volgens mij zijn we allemaal een beetje zenuwachtig, toch? Ik wel. Ik was niet zenuwachtig, maar... Ik weet niet hoe het kwam. Ik vroeg me af of er misschien wel kindertjes hier waren. Ik denk, straks komt er niemand. Vanwege de regen. Ja, en misschien zijn ze allemaal niet heel lief geweest, maar ik denk van wel. Zijn jullie lief geweest allemaal? Ja hoor, ja. Hier op Komstraat wonen alleen maar lieve kinderen, Sinterklaas. Is dat zo? Hoeveel? Nou, heel veel. Heel veel, oké. Nou, laat ze dan eens een liedje zingen. Horen jullie dat? Horen jullie wat Sinterklaas zei? Sinterklaas, wilt u het nog eens vragen? Wat zeg je? Wilt u het nog eens vragen? Willen jullie voor mij een liedje zingen? Maar welk liedje wilt u horen dan, Sinterklaas? Iets met dag, dag Sinterklaasje of zo. Maar als we dag Sinterklaas zingen, dan gaat u toch weer weg. En we hebben nog helemaal niemand hier gehad van de kinderen. Dat is toch goed, kom ik toch nog een keer van de andere kant. Maar dat is pas heel... Dat duurt nog een beetje lang. Zullen we eerst een ander liedje zingen, Sinterklaas? En dat wanneer u dan weer vertrekt, dat we dan dag Sinterklaasje gaan zingen. Is dat een goed idee? Ja, maar nog niet direct. Nee, nog niet direct. We gaan eerst nog even lekker met de kinderen kletsen, toch? Ja, oké. Ja. Welk liedje zullen we dan zingen? Sinterklaas is jarig! Dat is een goed idee. Kennen jullie dat liedje, Sinterklaas is jarig? Sinterklaas is jarig, zet je schoen. Zet je hem vol doet met, ja, wist ik het maar. Hier zet ik wat water, daar wat hooi voor paard. Ja, wat jullie moeten zingen. Dat is wel een beetje een moeilijk liedje, hè? Dus zingen we niet zo vaak. Dat hebben we al wel door. We moeten hem vaker zingen. Zullen we anders een Sinterklaas kapoentje gaan zingen? Want ik denk, en als we heel hard gaan zingen, dan denkt Sinterklaas, oh, wat een knappe kinderen zijn hier allemaal. Ja? Dat liedje kennen we allemaal, toch? Sinterklaas kapoentje, gooi wat in de schoentje, gooi. Thank you.
kijken. Jullie krijgen een applaus van Sinterklaas. Wauw. Wil er nog wel een? Nog een liedje? Zie de maan schijnt door de bomen. Die kennen we denk ik. Die hebben we al gezongen vandaag. Heb je dat niet gehoord, Sinterklaas? Nee, ik was op de wc. Oh. En dan moet ook gebeuren dat Sinterklaas moet wel eens plassen, hè? Ja. En dat is heel veel. Hoe gaan ze? En dan hoor ik het niet. Ja. En dan moet ik proberen. Zachtjes gaan de paardenvoetjes. Trippel, trappel, trippel. Botje! Het is het paard van Sinterklaasje. Trippel, trappel, trippel, trap. Paardje is nog lang niet moe, maar hij moet naar petjes toe. Paardje is nog lang niet moe, maar hij moet naar petje toe. Oh, ik had de ogen dicht, ik ging al naar bed. Oh, Sinterklaas, ja, daar komt als u dan 's nachts ook niet slaapt, Sinterklaas, dan wordt u wel vandaag een beetje moe, hè? Ja. Maar wat zei je, kind? Is het leuk als er wat kinderen bij u komen, zodat er foto's kunnen worden gemaakt? Tuurlijk. Doen we het boek aan de kant, maken we aan iedere kant een foto. Ja, dat vind ik leuk. Zal ik het boek even van u meenemen dan, Sinterklaas? Ja. Meenemen of overnemen? Overnemen. Ik ga hem niet afpakken, hoor, Sinterklaas. Ik zou hem niet afpakken. Eigenlijk moet dat naar de Piet terug die de basis van het boek... en die staat er ginds. Oh, nou, Piet die de basis van het boek... wilt u het boek even overnemen? Gelukkig. Mogen er wel wat kindjes op het podium komen, hoor? Kom maar dan. Kom maar dan. Kom je erbij? Dankjewel. Oh, dat is wel heel erg lief. Er is iemand die een tekening heeft meegenomen voor Sinterklaas. Wauw. Die graag zijn nog aan deze kant het podium af. Zie je het telefoon niet? Hij ziet niks. Heel goed van jullie. Super goed gedaan. Waar gaan we nog stoppen dan? Ik weet het eigenlijk niet, Piet. Ik weet het eigenlijk ook niet. Ja. Oh, dat is een goed idee. Kunnen de ouders en de kinderen even een rij maken voor de foto's? Dat mag niet. Wij hebben helemaal niks. Zo. Nee. Deze kant mogen jullie ervan af. In de winkel, Piet. Wil je helpen in de winkel. Even met aftillen? Kijk, supergoed. Wij hebben de staf, wij hebben helemaal geen staf. Oh, je wil die button erop? Net zoals zij te spelen met die onze harlekijn. Die dat zullen alle spelen, zakken goed en massen klein. Maar alleen maar in de smart, is er de kinderen die met Sinterklaas op de foto willen mogen in een rij aansluiten. Kom je naar deze kant van het podium af? U blijft hier gewoon zitten tot 5 uur vanavond. Straks schema. Oh, ja, nou ja.
Een strak schema. Een strak schema? Ik heb een strak pak. Ja, dat was wel duidelijk. Maar dat is mijn schuld. Waar moet Sinterklaas dan allemaal nog naartoe? Een heleboel winkelcentra nog. Sinterklaas, je moet ook nog naar andere winkels, hoor ik net. Laat ze toch kletsen. Oh ja, weet je, misschien is dus anders zijn die andere kindjes ook zo teleurgesteld, hè? En dat willen we natuurlijk niet, hè? We willen wel dat alle kindjes blij zijn. We kunnen nog een paar foto's maken. En dan zal ik ondertussen alvast even uw staf gaan zoeken. Oh jee, ik weet de boosdoener. Oh jee. Oh, Sinterklaas. Sinterklaas, ik heb een klein probleem, Sinterklaas. Ik kan uw staf niet meer vinden. Bij de schoenmaker. Ik loop even naar de schoen. Ik hoor net bij de schoenmaker. Nee, joh, dat kan helemaal niet. De schoenmaker. Sinterklaas, oh kijk naar ze geven de schuld aan Piet nummer 13. Oh, dat is heel slim. Ja, toch? Ik ben oh ja, hij vindt Sinterklaas echt heel leuk. Jij hebt het gedaan. Echt niet jullie. Jij hebt het gedaan. Nee, jij echt niet. Jullie hebben het gedaan. Jij hebt het gedaan. Jullie schuiven nu gewoon de schuld bij mij. Ja, ik heb hem teruggevonden. Zus, is dat een mos? Nee, eerst kijken of het niet beschadigd is. Lijkt ook wel. Dankjewel. Heb je zijn stap weer gevonden, Sinterklaas? Waarom val je ooit bij mij? Ik snap het. Dat is niet goed, Sinterklaas. Ik kan het maar goed bij uw stap gevonden hebben. Dat is wel een goed idee, denk ik, hè? Want ik heb gehoord dat u nog langs heel veel andere winkels moest. Ja, lieve kinderen, weet je nog, voordat Sinterklaas kwam, zongen wij welkom Sinterklaas. En als Sinterklaas weggaat, wat zingen we dan altijd? Gaan we allemaal even de handen de lucht in doen, dus kunnen we iets zwaaien natuurlijk. En dan zingen we, dag Sinterklaasje, dag. Ik hoor jullie niet, de Piet. Dag Sinterklaasje, dag. Luister naar ons afscheid niet.
Nou, super. En weet je, lieve kinderen, wat wij ook nog zo leuk vinden? Ik ga even de stoel aan de kant doen. Want elk jaar weer hebben wij ook de danspieten. En de danspieten... Daar zijn ze al. Hallo, danspieten. Die gaan samen met jullie lekker dansen. Hebben jullie ook wel zin om te dansen? Zo, nou, we hebben alweer even een tijdje stilgestaan. Dus volgens mij is het wel tijd om te dansen. Ja. Ik ga een klein stukje uitleggen. We hebben twee nummers. En het eerste nummer heet Welkom Sinterklaas. En wat we doen, als de Piet het even voor willen doen. We doen vier keer. 1, 2, 3, 4. Nou, vier keer klappen. 1, 2, 3, 4. Dan komt er een stukje, dat kan iedereen zo meedoen. Dan komt het refrein. Spring maar op en neer. Schud je billen heen en weer. Gooi je handen in de lucht voor Sinterklaas. Draai een keertje in het rond. Maak een buiging tot de grond. En zo doen wij de welkomstdans voor Sinterklaas. Wie heeft er maar even zin om lekker te dansen? Doei! Ah, een knuffel op je nou, foto. Nu hoor ik eigenlijk alleen maar kinderen, maar ik heb gehoord. Geen cadeautjes hoor. We hebben nog ruimte in de zak terug naar Spanje, hè? Dus wij gaan eens even kijken welke ouders... Goed opletten op jullie papa's en mama's en opa's en oma's. Oké, okay, dan gaan we beginnen met de Pietergin. Thank you.
Zo. Zijn jullie al een beetje moe? Ja. Oh, gelukkig. Jullie staan zo hard te springen en te dansen dat heel de boot, die gaat gewoon helemaal op en neer. Oh. Oh. Daar komt hij weer, het fenomeen van alle dieren. Woo!